same mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Hallo beste korfliefhebbers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wiki's Tips en Tricks. Als je jarenlang op bijvoorbeeld een Korg PA3X of een PA4X of een Yamaha Tyros of een Yamaha Genos hebt gespeeld, dan heb je natuurlijk je keyboard helemaal naar eigen smaak ingericht. Dat betekent, je hebt je favoriete stijls en je favoriete geluiden, daar heb je presets van gemaakt. En zo kan je lekker achter elkaar met je registraties of met je keyboard sets doorspelen. Maar als je dan een nieuw keyboard koopt, bijvoorbeeld zo'n prachtige PA5X, ja, dan is dat best wel een behoorlijk werkje om eventjes alles over te zetten naar het nieuwe keyboard. Stelliger nog, een hele hoop is gewoon niet compatible en dat zal je dus opnieuw moeten gaan registreren. Nou, ik ga vandaag laten zien dat het eigenlijk best wel heel erg snel en makkelijk gaat met de PA5X. Vandaag laat ik zien hoe dat met een stijl gaat. En in mijn volgende videootje laat ik zien hoe dat met een MIDI-file gaat. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar goed, een MIDI-file wil je natuurlijk ook een beetje kunnen tweaken. En dat laat ik in een volgende video zien. Vandaag richten we ons tot de stijls. Nou, stel ik wil het liedje Quando Quando spelen. Hartstikke lekker nummer. Nou heb ik het keyboard natuurlijk al een poosje in mijn bezit, dus ik weet wat een beetje de lekkere stijltjes zijn. En voor Quando Quando wil ik vandaag gebruiken de stijl Latin Dance. Daar is die, Latin Dance. Pagina 3. En daar vinden we de Tropicana Dance. En dat is gewoon een ontzettend lekker stijltje. Hoor maar. Ik begin met variatie 2, want dat duwt gelijk lekker. Split indrukken. Nou, zie je, dat is hartstikke lekker. Nou, wat we dan gaan doen is, we gaan natuurlijk de geluidjes pakken en we gaan de stijl een beetje aanpassen. Nou kan je de stijl natuurlijk helemaal totaal gaan editen, dus andere noodtracks inspelen enzovoorts. Dat doe ik even niet. Ik maak gebruik van de interne stijltjes, maar wel haal ik er wat dingetjes uit. Ik heb altijd toch een klein beetje de stelling, de kracht van de eenvoud. En ja, ik hou nou eenmaal van met je linkerhand een akkoordje aanslaan en daar bijvoorbeeld strijkers of een e-pianotje of zo onderleggen. En dan alleen maar drums en bas, een beetje percussie en desnoods nog een lekker gitaartje erbij. En dat vind ik echt genoeg, want het moet als een bandje klinken. Maar dat is mijn mening. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Nou, wat doen we? We pakken de geluidjes. Dan kan je naar de bestaande keyboard sets gaan. Hè. Ik wil bijvoorbeeld een e-pianotje, een pianootje hier hebben. Nou, ik zoek daar een e-pianootje uit. Ik kan dat wat lager zetten, want ik wil natuurlijk dat het een beetje lekker klinkt. Nou, dan ga ik naar de transpose per geluid en dan zet ik een min 12. En dan dan klinkt dat gelijk lekker. Nou, en zo kan ik bijvoorbeeld, als ik eventjes naar de geluidjes ga, zo kan ik bijvoorbeeld op de linkerhand, even kijken, zo, links, split. Daar zit nu een pad. Nou, stel, ik wil daar uit de General MIDI groep, wil ik daar een even kijken. Oh, dat is wel mooi, soft brass of hebben. Thank you.
vind dit al mooi, dan kan ik dat opslaan als keyboard set. Dan druk ik op het rechterbovenhoekje en dan zie ik hier keyboard set, save. En dan kan ik dat een eigen naam geven. Nou, dat weg. En dan zeg ik wiki. En dan save ik dat naar de usergroep. Boom, daar gaat hij. En als ik nou kijk in de keyboard set, dan zie ik hier mijn preset wiki staan. Nou, ik moet natuurlijk zo'n keyboard set natuurlijk wel een klein beetje alles goed instellen. Dat het lekker klinkt met een galmpje erop enzovoort. Nou, dat kan je alles rustig naar smaak instellen. Ik heb dit gemaakt, maar even wat meer tijd genomen. Heb ik al twee presetjes gemaakt. Quando 1. En je hoort, ik heb wat aan de equalizing gedaan. En ik heb er een galmpje op gezet. En dan voor het solootje heb ik hetzelfde aan op de linkerhand. En dan op de rechterhand. Een trompetje. Nou, dat is natuurlijk hartstikke lekker. En dat gaan we straks gebruiken. Maar eerst moeten we deze combinatie die we nu gemaakt hebben nog afstellen, hè, de volumes. Ik wil daar wat spoortjes uit hebben. En ik wil hem natuurlijk in mijn songboek opslaan. Nou, hoe gaan we dat doen? We beginnen met de volumes. Ga naar de tab volumes. Daar zijn ze. Nou, hier zijn de keyboards en de pads. Laat ik maar eens beginnen met alles op 0 te zetten. Dat is toch altijd het makkelijkste. Ik zet laatst natuurlijk alleen de keyboardgroep lekker hard staan op 127. Nou, dan druk ik Style Song in. En dan zie ik hier mijn bas, drum, percussie en mijn 5 accompaniment staan. Ook dat zet ik allemaal hartstikke op 0. Drums, want je wil natuurlijk dat iedere song een beetje op hetzelfde geluidsvolume is. Dus de drums om te beginnen maar eens op 100. En vanuit daaruit, dan heb ik een hele mooie houvast. Vanuit daaruit ga ik werken. Ik laat de drums spelen. Dan draai ik er percussie bij, dan draai ik er bas bij. En dan ga ik eens kijken welke accompaniments ik mooi vind. Daar gaat hij. Dat is natuurlijk al een hele lekkere basis. Een lekkere, strakke bassist. Een goede drummer. En ook nog een beetje percussie erbij. Nu willen we een gitaartje erbij hebben. We gaan eens zoeken. Zie je, dat klinkt lekker. Heel simpel. Gitaartje wat lekker meetikkelt, hoe je het maar noemen wil. En een drummer en een bassist. Dit met mijn Quando 1. Want daaruit gaan we beginnen. Hier die piano. En daar die blazers. Gaan we eventjes terug naar de volumes. Zo. Hop. Dat staat nog steeds goed. We gaan kijken naar keyboard en pad. Nou, eens kijken hoe dat hier zit. Ik zet mijn lower en ik zet mijn upper gewoon even op 0. Dan laat ik hem eens lopen. En dan stel ik zelf eventjes beide ritmes die geluidjes in. Dat het allemaal lekker in balans ligt. Ja.
Dit vind ik een lekkere instelling. Zo laat ik hem staan. Nou, wat doen we nu? Nu gaan we het liedje... Ik ga er eventjes terug, zodat ik alles kan zien. Nu ga ik het liedje opslaan in mijn songboek. Ik ga naar songboek. Boom. Pagina 2, tab 2. Nou, dan krijg ik het een en ander te zien. Ik wil dat Quando 1 wil ik naar de eerste groep hebben. Zo save ik hem. Rechterbovenhoek. Save book entry. Nou, dit heeft nog de naam van de stijl. Maar dat ga ik natuurlijk veranderen in Quando. Zo, Quando. Druk op oké. Boom, die zit erin. Are you sure? Ja, yeah, daar gaat hij. Nou, heb je gezien? Ik heb... want ik had hem hier eventjes gemaakt. Sorry. Ik heb twee Quando's. Ik heb één Quando waar ik mezelf begeleid met een elektrisch pianootje. En ik heb een Quando waar ik het trompetje speel in de solo. Nou, dat betekent dat er dan nog twee groepjes leeg zijn. En om het voor mezelf makkelijk te maken, dit is natuurlijk absoluut niet nodig. Maar ik vind het makkelijk als ik, want ik speel veel op feestjes en partijen. Als ik dan op de bühne zit... en ik zie staan Quando 1, Quando 2 en dan nog een paar andere geluiden. Dan denk ik, had ik dat nou zelf ingesteld of niet? Wat doe ik dan? Ik heb zelf een keyboard set gemaakt waar de naam alleen maar uit streepjes bestaat. En dat vind ik makkelijk om dat daar te hebben. Ik selecteer die streepjes keyboard set. Zie je, daar is, zie je, daar is die. Nou, en wat doe ik dan? Ik ga naar songboek. Zo. All uit, want ik save er maar 1 naar 4. Save. Ja. Zie je? Daar is die. Nou, ik pak hem nog een keer. En ik save die naar dingetje 3. Zie je? Daar is die. Nou, dan moet ik natuurlijk mijn trompetje er nog bij zetten. Quando 2, want daar zat het trompetje in. Zo. Boek. Tab 2. All moet uitstaan, want ik save maar 1 naar tab 2. Save book entry. Bang. En daar is die. En nou zit dat. Quando 1, Quando 2 en... Heel duidelijk te zien dat de laatste twee niet gebruikt worden. Als ik nou een liedje heb waar ik 4 verschillende presets heb, ja, dan is het natuurlijk makkelijk. Je kan dit ook noemen één piano en trompet. Ik vind dit makkelijk, want dan weet ik al, Quando 1, dat is waar ik me begeleid. Quando 2 is het solootje. En heb ik het solootje gespeeld, ga ik weer terug naar Quando 1. Zo heb ik dat een beetje voor mezelf ingesteld. Nou, en als we nu kijken in het songboek, dan zie ik hier ook mijn Quando liedje weer staan. En zo kan ik dat eigenlijk met al mijn songs doen. Maar nu is het de hoogste tijd om natuurlijk mijn liedje Quando te gaan spelen. En kijken of die lekker klinkt. Daar gaat ie! Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment a day, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando.
say it's me that you adore. Oh, my darling, tell me when. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. Oh, my darling, tell me when. My darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Nou, zoals je ziet is het in de Korg PA5X heel simpel om je eigen favoriete instellingen op te slaan in het songboek. Tot zover deze video van Wiki's Tips & Tricks. Bedankt voor het kijken en wellicht weer tot de volgende keer. Dag!